gaan de havenkade in Assen verlaten. Er is er vanmorgen nog één bijgekomen toen wij in Assen waren. En we gaan nu richting Meppel. We zijn aangekomen in Meppel. Haven Westeinde. Melden bij de havenmeester. Hier is de zaterdag tussen 2 en 4. Alleen vandaag niet. Misschien meldt hij zichzelf straks wel. Het is druk. Zo druk hebben wij het nog niet eerder meegemaakt. Oh, daar is iemand. We hebben iemand gevonden. Daartussen staan we. Aan het water. Kijk, daar staan er nog een paar. Wij hebben het nog niet eerder zo meegemaakt, zo druk. Is natuurlijk niet druk, maar meestal staan we alleen. Hooguit met één erbij. Dit is het invalide toilet. Hier kan je ook water tappen. Het andere sanitair is gesloten. Maar we kunnen van deze gebruik maken als we dat willen. En nog een douche. We halen hier wel even 3 kannen water. In ieder geval zelf ons toilet doorspoelen. Als het open zou zijn, dan zijn dit de douches, dames en heren. En daar verderop is ook nog een gebouwtje. En dat zijn dan de toiletten. Maar die zijn dus nu ook dicht. Het is in ieder geval al een stuk aangenamer dan vanmorgen, want vanmorgen was het wel heel erg koud hoor. En nu is het uit de wind in de zon, is het wel heel erg lekker. Ik krijg wel een klein beetje het voorjaarsgevoel. En natuurlijk heel veel zin in vakantie. Dat duurt nog even. Wij gaan altijd pas in september, als iedereen geweest is. Dat vindt hij het leukst. En dan is iedereen al geweest en dan gaan wij lekker nog. Maar goed, dat geeft niet. We kunnen de hele zomer erop uit met de camper. Dus het komt helemaal goed. We hebben nog genoeg te zien. En zo wordt de Royalty voorzien van water. Een paar kannen is genoeg, hè? Ja. Zo lang zijn we niet meer onderweg. Als we het toilet maar een beetje door kunnen spoelen. Verder hebben we nog vers water in de Royalty staan, dus genoeg voor koffie en thee. Oh jee, wat heeft papa nou gedaan? Wat zitten jullie daar, zielig? Hé? Ja, moest papa even het knopje goed zetten, anders zijn we het water weer kwijt. Dan loopt het er weer allemaal zomaar uit. Zullen wij eens een stukje gaan lopen? Ja? Zullen we een stukje lopen? Kom, straks zit je vast. Ga
Ga je mee? Gaan we daar kijken. Leuke camperplaats. Het zal in de zomer wel druk zijn met bootjes. Dan is het een stuk gezelliger nog, denk ik. Hier nog een brug. Ga maar weer terug. Anders denkt papa straks, waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze naartoe? Hij heeft ons helemaal niet weg zien gaan. Hij was zo druk bezig met het water. En met klitsen. Kijk, daar staat hij. Gezellig aan het babbelen. We zijn er weer. We moesten even aan de kant. Fietser, brommer. Maar we zijn weer terug. Bij de royalty. We gaan even lekker iets warms te drinken maken. Warme chocomel. Eigenlijk ook wel trek in een Irish koffie. Kunnen we misschien ook wel doen. Dus. Tot later. En wat hebben we? Irish koffie met slagroom. Een lekkere Irish koffie. Op een koude dag. Wou ik net zeggen. Lekker warm voor lekker op een warm. Koude dag. Toch? Ja, ik heb koude handen. Dus, we gaan ervan genieten. Goed plan.